Hallo kijkers van TGN Dutch, Pieter hier, oftewel oom op een bakvis. Met vandaag niet een normale commentary. Het is geen pro worden met Pieter of zo. Het is eigenlijk een beetje een treurige commentary. In deze commentary kondig ik even mijn afscheid aan TGN Dutch. Ik ga namelijk TGN Dutch verlaten. Redenen die heb ik zat, maar die ga ik niet allemaal hierop noemen. Mede omdat die allemaal al onder de directors zijn besproken en... Ja, sommigen hadden meningen hierover, sommigen hadden meningen daarover. Ik weet alleen dat ik alleen mijn eigen mening heb en dat die met een paar mensen verschilde. Meer ga ik ook daarover niet zeggen. Ik wilde gewoon jullie bedanken dat jullie altijd naar mijn video's hebben gekeken. Dat vond ik altijd heel leuk. Comments waren heel leuk, alleen nu ga ik gewoon even een ander community kanaal zoeken. En als je mij wil volgen alsnog, kan je abonneren. En ja, als je altijd op community kanalen bent geabonneerd, dan zal je me hopelijk binnenkort op een zo'n community kanaal een gastrol zien uploaden. En misschien ook wel een keertje een volledige serie, ik weet nog niet. Ik moet even gaan kijken naar welke andere community kanalen ik een beetje... Waar de leiders mij liggen en waar ik gewoon leuk kan uploaden. Maar dat vat het denk ik wel een beetje voor het treurige deel samen. Ik wil nog even iets leuks vertellen. Ik speel hier namelijk met All or Nothing, zoals je kan zien. En ik ga best wel beast mode. Zeker de eerste clip was echt geweldig om te halen. Ik ging 14 kills haalde ik in minder dan 30 seconden. Ik weet niet zeker, ik heb het niet precies geteld. Ik heb ongeveer een blik geworpen op de timer. En het was in ieder geval heel snel. Ik denk, laat ik die nog even uploaden. Ik zat eraan te denken om die als een aparte... of tenminste als die als bonusclip op een van mijn video's te uploaden op mijn eigen kanaal. Alleen ik denk, nee... Dit is toch wel even een speciale video, mijn afscheidsbrief. Brief is het niet echt, het is gewoon een afscheidscommentary op TGN Dutch. Maar hier zie je nog even, ik heb nog een beetje last met de laatste kills. Ik ging hier niet zo goed als op het eerste gedeelte, maar mijn eindscore is wel beter mee. Omdat ik, dat heb ik er trouwens uitgeknipt, het laatste gedeelte van de eerste video. Toen ging ik niet zo heel goed meer, toen ging ik, wat was de eindscore, 20 om 9 of zo. Dus iets dramatisch, ik had echt ontzettend veel last om die laatste paar kills bij elkaar te harken. Ik heb wel gewonnen nog, dus dat is wel leuk, maar... Ik denk dat de commentary hier alweer bijna op zit. Volgens mij nog een paar minuten. Vergeet dus niet mijn eigen kanaal uit te checken als je altijd mijn video's met plezier hebt gekeken. En nooit de moeite hebt genomen om op mijn kanaal te abonneren. Want dit is echt mijn laatste video. Zal wel iets heel geks moeten lopen, wil ik door blijven gaan op TGN Dutch. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar ik denk dat de gameplay hier echt alweer bijna op zit. Volgens mij 3 kills nog. En Ik ben een beetje treurig deze commentary, ik weet het. Ik upload op mijn kanaal vooral commentaries die ik leuker vind. Of tenminste waar ik blijer ben. En ook op TGN Dutch heb ik altijd leukere, of tenminste blijere commentaries geüpload. Mijn pro worden met Pieter serie heb ik altijd met veel plezier gedaan. Echt ontzettend veel plezier. Vond ik altijd heel leuk om jullie beter te maken en jullie reacties erop te zien van... Ah, leuk Pieter, ik heb weer wat geleerd en ik ga het gelijk toepassen. En, of een reactie van ja, ik heb het geprobeerd en het werkte supergoed. Dat soort dingen, dat vond ik gewoon ontzettend leuk om te lezen. Maar helaas is dat nu allemaal voorbij. Het is ook weer een gunstige, iets gunstigs. Want als er voor elke deur die dicht gaat, gaat er een andere deur open, zeg ik maar. Maar jongens, de gameplay zit er alweer op. Vond je hem leuk? Geef hem dus voor de laatste keer een duimpje omhoog. En ik check jullie misschien nog op mijn kanaal en anders nooit meer later gasten. TGN Dutch. Van ons voor jou.